Welkom beste luisteraars bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en momenteel zitten bij mij Rowan Asselman en David Nijskes, onze Amerika-kenners. En we gaan het vandaag uiteraard hebben over de coronacrisis. Heren, als jullie nu even naar de VS kijken en daarnaar kijken met een kritische blik die jullie wel gewoon zijn om te gebruiken, wat is dan de stand van zaken momenteel in de VS wat betreft corona? Oh, de stand van zaken die lijkt op zich op de stand van zaken in veel andere landen. We kunnen misschien beginnen met de harde cijfers in de Verenigde Staten. Op dit moment hebben ze zo'n 164.000 bevestigde gevallen. Maar natuurlijk, op het moment dat we dit opnemen, is dat natuurlijk al aan het oplopen. En ze hebben daar zo'n 3.170 doden. Dat is ongeveer de stand van zaken. En dat komt neer op een mortaliteitsratio, dus het aantal sterfgevallen op het aantal besmetten, bevestigde besmettingen natuurlijk, van iets onder de 2%. Dus daar doen ze het natuurlijk, dat kan altijd beter, maar als we dan gaan kijken, bijvoorbeeld in Italië, waar we rond de 11% zitten, Spanje 8%, goed. Dan is dat ongeveer misschien een goede benchmark om mee te vergelijken. Nu, die sterftegevallen en ook die besmettingen, die zijn natuurlijk niet gelijk verspreid over heel de Verenigde Staten. De VS is een enorm groot land met heel veel, met enkele supersteden, zeg maar, en met enkele zeer dun bevolkte staten enerzijds, en heel veel wijdgestrekte rurale gebieden. En daar zijn heel weinig gevallen. Nu, in het laatste nieuws bleek wel dat in iedere staat nu gevallen zijn, dus dat is een update daarin. Maar natuurlijk, het grootste aantal van de gevallen is niet terug te vinden in bijvoorbeeld Kentucky, een vrij dun bevolkte staat, maar in New York en New Jersey. Dat zijn de twee meest getroffen staten. Dat zijn twee staten die eigenlijk aan elkaar grenzen aan de oostkust. En New York, staat New York heb je natuurlijk, en dan vooral stad New York is zwaar getroffen. Dus we hebben New York, waar op dit moment zo'n 66.000 bevestigde gevallen zijn, en dat is ongeveer per 100.000 inwoners zijn er 342. Dus dat is zo'n 0,3% van de bevolking. Waaronder ook al Sorry dat ik je onderbreek dan, Rowan, maar dat is wel een heel hoog cijfer. Heeft dat dan louter te maken met de dichtbevolktheid daar? Dat heeft... Wel, we moeten één ding goed voor ogen houden. Dat is... Ik begrijp dat de dichtbevolktheid misschien als een heel simpel excuus of een heel simpel antwoord kan dienen, maar New York is wel degelijk een superstad. New York is te vergelijken met heel België. Dat is ook een beetje, als we dat kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Los Angeles, dat is de tweede grote, de andere grote stad die we kennen in de VS, ook een superstad. Maar het is een stad die qua oppervlakte gezien veel groter is. Mensen wonen daar niet zo dicht op elkaar. In New York wonen de mensen letterlijk op elkaar. Wat natuurlijk een zeer groot verschil is met Los Angeles, maar ook een zeer groot verschil met andere staten, zoals bijvoorbeeld Washington. Dus we zien daar inderdaad zeker dat alle coronagevallen, enfin, niet allemaal, maar meer dan de helft van de coronagevallen momenteel zich in New York bevindt. Dat klinkt misschien absurd, maar is ook de reden dat het duidelijk het epicentrum en ook alle media-aandacht zich op één plaats tueert. En dat is de staat, maar zeker de stad New York. Ja. Je moet je inbeelden, New York is ongeveer 1/40 van België. Dat is ongeveer de grootte. Ja. Ja. Maar het blijft dan relatief nog hoge cijfers, als ik dat hoor, 0,3%. Dat is bijna dubbel zoveel als zelfs de zeer zwaar getroffen regio rond Madrid. Ja, dus, ja dat is absoluut waar. En dat is inderdaad ook de reden waarom dat bijvoorbeeld ook de gouverneur en Andrew Cuomo en de burgemeester, dus de gouverneur van de staat en de burgemeester van de stad New York, Bill de Blasio, ook al weet van kijk, we steven hier af op een gezondheidsramp, op een crisis, op massale sterftegevallen. Er is no way dat wij voldoende medisch materiaal en ziekenhuisbedden hebben om al die gevallen op te vangen. En dat is natuurlijk de reden waarom dat eigenlijk er een beetje wordt gezegd van kijk, we hebben Trump, de president houdt de persmededeling elke dag om de bevolking te informeren. Maar eigenlijk heel veel mensen kijken met meer interesse naar de persmededelingen van Andrew Cuomo, van de gouverneur van New York, omdat iedereen weet, kijk, daar is echt wel... That's the place to be als we een idee willen hebben hoe erg dat dit gaat worden. Welke maatregelen neemt men dan? Ja, welke maatregelen? Dus ja, het is... Dus men is in feite in de Verenigde Staten is men heel... Heel kort iets zeggen over New York. New York is natuurlijk... Een van de redenen waarom New York ook zo zwaar getroffen is, is omdat New York had ook een rechtstreekse vlucht met Wuhan. Dus met de stad waar het in feite allemaal begonnen is. En die laatste vlucht is in feite toegekomen op 23 januari.
En je hebt net daarna het Chinese nieuwjaar gehad op 9 februari. En daar hebben in feite onder andere de Blasio, maar ook de gezondheidscommissaris van New York, die hebben allemaal gezegd, ja, je moet je geen zorgen maken over het coronavirus. Ga daar gewoon naartoe. Er was natuurlijk veel volk samen en dergelijke meer. Niemand die mondmasker droeg. Dus dat heeft zeker geholpen om de verspreiding in New York goed voor te laten gaan. Hè? Dus wat heeft de president zelf gedaan? De president heeft je moet in feite rekenen, vanaf 1 februari, hè, 31 januari, heeft de president in feite het afgekondigd dat er geen vluchten meer vanuit China mochten landen in de Verenigde Staten. Dus het luchtverkeer tussen de Verenigde Staten en China is in feite al gestopt op 1 februari. Om u maar te zeggen, bij ons is dat 10 dagen of zo. Hè? Het is maar 10 dagen dat er geen vluchten meer toekomen uit China bij ons. Vergeet niet, Trump, toen hij dat heeft aangekondigd, werd hij onder andere beschuldigd door Joe Biden van, dat is een racistische maatregel. Hè? Daarna heeft Trump ook iets sneller dan de rest het luchtverkeer met Europa geschorst. Ook daar, weer opnieuw, een week later, veel kritiek in Europa. Ja, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Ondertussen, een week later, kondigde de Europese Commissie net hetzelfde aan. Om u maar een goede illustratie van die constante twee gewichten waar men mee weegt. Wat heel interessant is, is je hebt in feite buiten de Verenigde Staten, heb je de G20, je hebt een G20-vergadering gehad op 23 februari in Saudi-Arabië. 22, 23 februari. En toen was het zo dat, en ik kan u dat uit eerste hand vertellen, want ik heb een afspraak gehad met die persoon, met iemand die daar was. En dus zij kwamen net terug van die G20-meeting. En op die G20-meeting zeiden zij van, wij zouden in feite willen spreken over handelsverkeer, maar ook over corona. En daar was de Europese Unie en de Europese landen die daar waren, die zeiden, ja, nee. Klimaatverandering. Wij willen het over klimaatverandering hebben. Dus daar hebben we in feite wel al wat internationale coördinatie gemist. Hè. Zeker de Europese Unie heeft daar, zeker als we daar nu naar terugkijken, dat is ondertussen iets meer dan 5 weken geleden, de Europese Unie heeft daar fouten gemaakt. Hè. Maar dat is te veel gefocust op klimaatverandering en niet op corona. Als we dan daarnaast kijken, Trump heeft in feite een beetje de bocht gemaakt op het moment dat al de rest de bocht maakt. En dat is rond die periode tussen 10 en 11 maart. 10 en 11 maart zijn opeens de maatregelen verstrengd. Net zoals die op dat ogenblik bij ons ongeveer verstrengd zijn, zijn op dat ogenblik ook in de Verenigde Staten verstrengd. Nu, zoals Rowan daarnet al zei, de gouverneur van New York. De gouverneur van New York komt uiteraard veel in het nieuws. Ik heb ook getweet vorige week, ik zag een toespraak van hem, die echt uitstekend was. Hè? Dus die Cuomo, die kan iets. Hè? Ik bedoel, is geen idioot. Maar het is zo dat gezondheidszorg, en dat wordt bij ons vaak veel vergeten, is in feite ook in de Verenigde Staten een taak die veelal bij de Staten ligt. Maar het is wel zo dat Trump doet wel iets. Hè? Heeft een dagelijkse persconferentie, waar hij dagelijks zelf ik zou maar zeggen het spervuur van de journalisten, hè, de meeste zijn maar uit op één ding en dat is Trump verantwoordelijk maken voor deze crisis. Hij gaat toch dagelijks voor de journalisten staan, hè. Hij staat er dan samen onder andere met Dr. Fauci, Dr. Birx, dus die verantwoordelijk zijn voor het advies, in feite het wetenschappelijk advies dat ze aan de president moeten geven. En het is in feite de vicepresident die de echte coördinatie op zich moet nemen. Ja, ik zou graag dat willen inpikken op dat is een heel interessant aspect. Hè. Dat is het federale stelsel inderdaad, dat op dit moment, want iedereen kijkt naast dan de gouverneur van New York, iedereen kijkt naar Trump, hè, de president, de leider van de federale overheid. Maar eigenlijk inderdaad is de politionele bevoegdheden zeg maar, liggen bij de individuele staten. Eigenlijk, de functie van de federale overheid, tot dusver in ieder geval, is beperkt geweest tot enerzijds het uitvaardigen van richtlijnen, maar dat zijn richtlijnen die veel niet bindend zijn, die eigenlijk waarvan wordt gezegd van kijk, idealiter wordt dit gevolgd, en individuele staten, bijvoorbeeld New York, het is aan jullie om die dan maar af te dwingen, de staten en de steden.
En dan anderzijds het hulpaspect, dus het richtlijnaspect, het ene deel, dat is de fameuze slogan van Trump, 15 days to slow the spread, dat was dan de filmpjes die ook promoten. En dan anderzijds het hulpgedeelte. En dan komen we aan financiële hulp. De federale overheid, het congres en de president hebben eigenlijk een driedelig pakket onderhandeld, waarvan ook nog een artikel, denk ik, gaat verschijnen binnenkort, op Doorbraak. Een driedelig pakket onderhandeld over financiële hulp. Dus zowel aan overheidsdiensten als ondernemingen als individuen. En er zijn een paar interessante en controversiële eigenlijk elementen opgenomen, waarvan ik misschien het belangrijkste kort zal aanhalen. Zo bijvoorbeeld, misschien met de topper te beginnen, iedere Amerikaan onder een bepaald inkomen zal een directe check ontvangen. Dat wordt soms wel eens geopperd hier in België ook, maar dat is nog niet echt serieus onderhandeld. Maar in de VS bijvoorbeeld, daar zal iedere Amerikaan, ik denk onder die niet meer dan $75.000 verdient, een check van $1,200 ontvangen. Voor koppels wordt dat $2,400, dus $2,400. Plus, als ik me niet vergis, $500 per kind. Dus dat zijn dus grote bedragen, zeker in de VS. Daar is ook nog in veel staten is er een beperkte minimum wage bijvoorbeeld. Daar zijn dat zeer grote bedragen. Misschien om een leuke anekdote. Er was een congres, een senator die eigenlijk zei, kijk, we geven eigenlijk te veel, want voor sommige mensen gaat dit betekenen dat zij, eigenlijk gecombineerd misschien met de werkloosheidsuitkering, eigenlijk te veel gaan verdienen, dat die eigenlijk de stimulus om te gaan werken gaat wegnemen. Maar er was ook een heel fonds opgericht van meer dan 500 miljard voor grote ondernemingen en dan nog 300 miljard, denk ik, voor kleine ondernemingen. En dat zijn dan vooral leningen. En de bedoeling is niet een echte bail-out te doen, dus niet gewoon geld weg te geven, maar eigenlijk leningen die uiteindelijk zouden terugbetaald worden. En een interessante incentive was bijvoorbeeld dat voor kleine ondernemingen een lening die wordt toegekend, kan vergeven worden als en alleen als het deel van, of in zover dat die lening gebruikt wordt om personeelskosten te voldoen. Dus met andere woorden, als jij je mensen niet ontslaat en je gebruikt die lening om lonen te betalen, lonen uit te betalen, dan worden die leningen vergeven. Dus een heel complex pakket. In totaal, alle fases samen, is zo'n $2,200 miljard. Inderdaad. Triljoen zeggen. Ja. Inderdaad, absoluut. Hè. Ja. Gigantisch veel geld. Maar om u maar te zeggen, ja, dus dat is helikoptergeld. Hè. Dus dat geld gaat ook zelf niet enkel naar mensen die enkel hun werk kwijt zijn. Hè. Ik bedoel, je hebt ook mensen die gewoon nog wel aan het werk zijn en die dat geld ook gaan krijgen. Ja. Maar om u maar te zeggen, de Amerikanen zelf, als ik heb gisteren of eergisteren nog contact gehad met enkele Amerikaanse vrienden van mij, die in Washington wonen, en dat zijn over het algemeen, het is zeer democratisch, zeer links. Hè? Dus ik heb ook dergelijke vrienden, wij spreken nooit over politiek. Maar ik kan u zeggen, die zijn allemaal veel minder strikt dan hier. Ik bedoel, die heeft nog het geluk dat hij met haar zus in hetzelfde appartementsgebouw leeft. Dus die ziet haar zus nog vaak. Maar die doen ook nog kleine uitjes op bezoek gaan bij vrienden en dergelijke meer. Allemaal zaken die hier al lang verboden zijn en die we al lang niet meer doen. Dus ik moet wel zeggen, het valt mij wel op dat het in de Verenigde Staten iets minder serieus wordt genomen, nog altijd, dan bij ons. Stevend Amerika dan niet af op een grote ramp? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik denk dat die kans niet klein is. Nu, het is natuurlijk wel zo, in de Verenigde Staten zit men achter op ons. Hè. Ze hebben tijd gewonnen door die besmetting uit China sneller te kunnen stoppen. En ze hebben ook natuurlijk, ja, hier heb je natuurlijk nog de kroksvakantie die naar het schijnt ook voor versnelling en dergelijke meer gezorgd heeft. Mensen uit Italië en zo, veel Chinezen die naar Italië gingen. Vergeet niet die periode van het Chinese nieuwjaar. 7 miljoen Chinese toeristen in de rest van de wereld. Hè. Dus dat heeft ook wel voor een versnelling gezorgd. Maar hun sociale cirkel is nog altijd iets groter in de Verenigde Staten. Dat valt niet ontkennen. We moeten zeker niet... Mark van Ranst, alle respect voor wat hij doet in zijn labo. En wat hij soms zegt, is niet bijzonder communicatief. Maar soms zegt hij wel iets interessants. En wat hij hier zei, eigenlijk kunnen we enkel van een grote ramp maken. Ja, ik denk dat ieder land daar rekening mee moet houden. En in de VS, om de reden die we ook al hebben vermeld, zeer grote populatiecentra, is dat inderdaad niet anders. Dus steven de Verenigde Staten of steven de Verenigde Staten op een ramp af, ja. Maar
daarin zullen zij niet bijzonder verschillen van ons. Ook voor wat het waard is, de president inderdaad, die omringt zich wel degelijk. Wat er eigenlijk gaande is tijdens die persconferentie, is dat Trump zegt iets dwaas of de kaf. En dan wordt dat opgepikt door de media. Maar achter de schermen zie je duidelijk dat de personen die echt de president beïnvloeden en die eigenlijk echt bijna het regelgevend of het richtlijngevend optreden hebben overgenomen, dat dat ook wel medische professionals zijn. Dus het is niet alsof dat Trump daar in een soort van in zijn bureau zit, een beetje te ontkennen wat er gaande is. Uiteindelijk, hij zegt veel, he talks a big game, maar uiteindelijk zijn de maatregelen zeer gelijkend. Het verschil met België bijvoorbeeld is dat er geen, dat het gewoon grondwettelijk eigenlijk niet kan dat Trump zich daar bijvoorbeeld... Trump had gezegd, we gaan New York in quarantaine zetten. Het was bijna oorlog tussen Cuomo en Trump toen hij dat zei. Want Cuomo zei, no way dat jij op je eentje gaat besluiten een hele staat in quarantaine te zetten. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus voilà, dat is misschien de grondwettelijke checks en balances die daar een beetje voor een extra probleem zorgen. Ja, want vanuit België wordt in de media een beeld neergezet van een Trump, een president, die niet beslist, die zulke maatregelen uit de weg gaat. Maar hij kan dus gewoon zo geen maatregelen opleggen. Dit is gewoon een verkeerd beeld. Ja, exact. Er zijn veel maatregelen die hij niet kan, nemen. Dat is één. Twee, zijn persconferenties zijn soms zeer goed en soms zijn ze niet goed. Het gaat er ook een beetje, ja, Trump, soms is hij een beetje te veel zichzelf. Maar soms, als hij heel klaar en duidelijk communiceert, communiceert hij soms ook wel zeer goed. Dus het valt, het is soms zeer goed, het is soms zeer slecht. Hij is ook een beetje, vorige week zag je heel duidelijk dat er spanningen waren tussen enerzijds het economisch team en het gezondheidsteam, die beide een andere visie hebben op de situatie. En vergeet ook niet, ja, die economie moet natuurlijk wel op een gegeven ogenblik beginnen draaien, want op een gegeven ogenblik moeten de rekeningen wel allemaal betaald worden. Dus vandaar ook dat er die druk was om, dat hij zei van ja, ik wil tegen Pasen alles terug relatief normaal zien en dergelijke meer. Ja, dat is dus wel redelijk moeilijk. Maar als je ziet andere maatregelen die hij genomen heeft, dat zijn, ja, symbolisch, maar toch heel belangrijk. Je hebt die twee ziekenhuisschepen die hij heeft ingezet van het leger. Vergeet ook niet, de uitbraak zit voornamelijk, was vorige week zo, ik heb daar, dus dat was dit weekend zo, zat voornamelijk in 10 counties. En je moet weten, in de Verenigde Staten zijn er een kleine 2500 counties. En dat zit voornamelijk in 10 counties. En die waren voornamelijk New York, Washington, Californië, New Orleans. En dan hoorde ik Björn Soenis gisteren zeggen, ook in een Trump-staat, Louisiana. Ja, maar je moet wel weten dat New Orleans een echte blauwe burcht is in Louisiana. New Orleans is zeer, zeer democratisch. Dus dat is wel belangrijk. En daarnaast is ook Michigan. Michigan is ondertussen ook nummer 3 in de Verenigde Staten. Staat met de meeste besmettingen. Dus het is niet zo dat Trump weet zeer goed, hij beseft zeer goed dat dit de absolute test is voor zijn presidentschap. Maak je daar geen... maak er geen illusies over. Het is ook zelfs zo dat Dr. Fauci is in feite de grote is samen met, dus met Dr. Birx, zij zijn in feite de twee grote de twee personen die echt verantwoordelijk zijn, een beetje de Mark van Ranst, maar dan van de Verenigde Staten. Natuurlijk hebben beiden een nog iets groter palmares dan Mark van Ranst, maar geen kwaad woord over Mark van Ranst. Ik heb persoonlijk altijd een zeer aangenaam contact gehad met hem en ik vind dat hij vandaag dat vind ik fantastisch. Maar je merkt ook, ja, de media zoekt ook soms een beetje naar ruzie tussen Fauci en tussen Trump. En ondertussen heeft Fauci daar zelf ook al over gesproken en dat hij zegt van, ja, dat hij dat in feite absoluut niet kunnen vindt. De manier waarop dat de media een soort van rift probeert, een soort van problemen tussen Fauci en Trump probeert te zoeken, want Fauci heeft altijd al aangegeven dat hij in feite op zich goed samenwerkt met Trump. Ja, en er is want misschien kort daar nog op, om daar nog kort op in te pikken, er werd een hele commotie gemaakt in de Belgische media over het feit dat Trump zei dat hij tegen Pasen
de economie weer wat heropen. Maar en dit is gewoon waar. Als je gewoon de persconferenties iets langer bekijkt dan die korte soundbites die er worden uitgehaald, dan is het heel duidelijk dat uit de hele persconferentie blijkt dat wat hij doet is gewoon zeggen, we hopen om de mensen hoop te geven. Niet dat dat noodzakelijk een goed idee is, want we moeten misschien wat meer realistisch zijn. Maar dat wat hij eigenlijk doet is zeggen, kijk, we gaan het proberen en we gaan het tegen Pasen of iets voor Pasen natuurlijk gaan we herevalueren wat er gaande is. En er is dus ook niemand in de VS, nog iemand die de VS een beetje al naderbij volgt, die verrast wat toen hij dan zei van ja, nee, we gaan het uitstellen tot eind april. Dat zat er altijd al aan te komen. Trump heeft een track record van 100% momenteel als het gaat over luisteren naar zijn medisch team. Dus niemand was daarvan verbaasd en niemand had ook verwacht dat hij tegen april ook al bijzonder onverantwoorde zaken zou beginnen afkondigen. Ja. David, nee, jij zei het daarnet al dat dit uiteraard de test wordt voor Trumps presidentschap. We kunnen natuurlijk ook niet onze ogen sluiten voor het feit dat dit jaar er verkiezingen zijn. Ja, gaat dit hetgeen worden wat bepaalt of Trump herverkozen wordt of niet? Dat is nog iets te vroeg voor te zeggen. Natuurlijk, dit is natuurlijk het grootste wat we de afgelopen... Ik ga zeggen, het is waarschijnlijk het grootste dat we hebben meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Zeker, dus globaal. Hè. Dus dit hebben wij in ons leven nog niet meegemaakt. Ik heb nog nooit in mijn leven gehoord, je mag niet buiten komen. Cafés zijn dicht. We leven absoluut in unieke tijden. Maar als je kijkt naar de aanpak van Trump, dan zien we dat hij in feite relatief gesmaakt wordt door de Amerikanen. Dus 60% van de... Dat was een Gallup poll vorige week. En 60% van de mensen zegt daar blij te zijn met de aanpak van de president. 38% was tegen. Maar dus dat is op zich wel redelijk bevredigend voor de president. Daarnaast heeft hij ook, als je kijkt naar zijn approval rating, die is nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Dus met andere woorden, op dit ogenblik lijkt het niet dat het negatief zou zijn voor de president. Maar goed, wat je nu, je zit nog altijd in de eerste fase, is... Dus de rallying around the flag. Dus iedereen kijkt nog naar de leider. We zien dat niet enkel in de Verenigde Staten. Je kunt ook zelfs in Nederland zien waar de regerende minister-president vandaag het zeer goed doet in de peiling. Dus dat is iets wat je min of meer overal wel ziet. Maar het is wel een ongeziene crisis. En de mensen kijken dan naar de leider die zij verkozen hebben. Dat zorgt er natuurlijk voor dat Joe Biden bijvoorbeeld geen aandacht krijgt. En Joe Biden probeert die aandacht te zoeken. Hij heeft onder andere een persconferentie gegeven. Ik raad iedereen eraan van die persconferentie te bekijken. Dat was tenenkrullend. Dat was tenenkrullend vreselijk. Als dit dan de man moet zijn die president moet zijn, dan is dat toch problematisch. Ik bedoel, de man kan nog niet een teleprompter lezen, terwijl Trump elke dag een half uur tot een uur gewoon voor journalisten gaat staan die hem absoluut willen zien struikelen. Ik ga daar trouwens nog enkele, als je wilt, wil ik daar nog eventjes enkele voorbeelden van geven, van hoe die media daar omgaat in de Verenigde Staten daarover. En als ik dan zie, Trump probeert sowieso de absolute positieve te zijn op die persconferentie. Veelal veel te positief. Maar bijvoorbeeld, hij gelooft zeer hard in dat geneesmiddel, chloroquine. Daar gelooft hij zeer hard in dat absoluut hut van hut is. Het is precies alsof dat chloroquine alles gaat oplossen. Maar wat merken we nu? Dat chloroquine, bij sommige patiënten werkt het blijkbaar wel, bij sommige patiënten wat minder. Maar het is wel iets wat zeer positief is. Als je dan eerst gaat gaan kijken, ook bij ons in de media, is het 10 dagen geleden nog van, ah, kijk, is daar die onnozele Trump? Hij heeft het gevonden, hoor. Maar nu... Dan een week later is dan, ja, we merken toch dat chloroquine werkzaam is. Nu is er een idioot geweest die, ik dacht dat het in de staat Arizona was, die besloten heeft van op eigen houtje chloroquine in te nemen, niet op doktersadvies, en hij heeft dan ook die chloroquine opgenomen. Chloroquine is blijkbaar ook een product dat gebruikt wordt in reinigingsmiddel voor aquaria. Dus, en daar staat op chloroquine. Nu, die mens is zelf persoonlijk met fish tank cleaner, noemt dat dan in de Verenigde Staten. Fish tank cleaner heeft die man persoonlijk ingenomen. Is daar natuurlijk aan gestorven. En dan waren... ik heb hier 3 voorbeelden. Zowel BuzzFeed, Forbes als NBC News zeiden dan... medicijn door Trump gepromoot. Persoon neemt die in, persoon sterft.
kijk eens, de slechte president. Ja. Bedoel, dat is het niveau tot wat de media en de Verenigde Staten vandaag zijn afgedaan. Om dat misschien te kaderen, dat voorbeeld, want dat is inderdaad, wel, dat is inderdaad, dat klopt wat David zegt, dat is heel breed uitgesmeerd geweest, om gewoon een idee te geven, dat zou zoals zeggen dat ik tegen jullie zeg, ah, kijk, ik heb gehoord, een glas rode wijn elke avond, dat is gezond voor het slapen gaan, dat jullie dan vervolgens trainingsalcohol binnenspelen. Dus dat is, niet te vergelijken. Dus ja, voilà. Ja. Een laatste vraag die ik nog voor jullie heb, is dat ik het enorm opvallend vind dat president Trump het altijd maar heeft over de Chinese virus. We hebben zelfs al foto's gezien waar dat hij corona doorstreept had en dan Chinees geschreven had. Waar zit zijn strategie daar? Waarom blijft hij dat consequent zo verwijzen naar China? Daar moet toch een reden voor zijn? Wel, er zijn daar natuurlijk twee heel simpele uitleggingen voor. En er is waarschijnlijk ergens zitten. En de waarheid is waarschijnlijk geen van beide. De meest simpele is waarschijnlijk dat hij een doorwinterd racist is. Hè, dat hij probeert een buitenlandse bevolkingsgroep. Bevolkingsgroep is niet een land, niet een overheid, maar een bevolkingsgroep. De schuld te geven van een virus, dat is eigenlijk iets inherent Aziatisch of iets inherent Chinees aan het virus zou zijn. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Anderzijds is er de uitleg dat het puur om de focus te houden op het feit dat, dit virus is de schuld, of de verspreiding op zijn minst, is de schuld van een overheid, een dictatoriale communistische overheid, die haar bevolking onderdrukt, die geen vrijheid van meningsuiting, die geen vrijheid van informatie kent. Dat virus komt daar vandaan en het is de schuld van die overheid en laten we dat nooit vergeten. En ik denk dat zeker een element daarvan is, hè, want trouwens, we mogen niet weten, de media heeft lang de term Wuhan-virus ook gebruikt, maar toen gebruikte Trump het en toen werd het taboe om het nog te gebruiken. Volgens mij is het een combinatie van, dus enerzijds de onus, hè, dus de spotlight op de Chinezen houden. De Chinezen die natuurlijk nu aan een PR, een propagandacampagne begonnen zijn van kijk, hè, niet enkel zijn wij een schoolvoorbeeld van hoe je een crisis indijkt, hè, want die democratie en die vrijheid, dat is toch wel een beetje irritant, dat verhindert dat. En maar kijk, wij kunnen meteen snel ingrijpen. En anderzijds is er natuurlijk ook een PR-campagne gewoon naar het buitenland. Want kijk, niet enkel hebben wij het goed gedaan in het binnenland, wij willen ook het buitenland helpen. Dus ik denk dat het is van, kijk, we mogen daar niet intrappen. Vergeet niet, de schuld voor heel dit virus komt, of tenminste, zal ik zeggen, de verspreiding, de wijdverspreidheid van het virus, dit is de schuld van China. Niet van de Verenigde Staten, niet van Italië, niet van Australië, van China. En anderzijds, en dit is misschien de meer politieke kant, het is natuurlijk ook interessant, hè, zoals David daar juist al aanhaalde, het rally around the flag verschijnsel. Als een duidelijke buitenlandse vijand kan worden aangewezen, dan is dat is goed voor een sterke leider die dan in het centrum staat van de belangstelling. Die zegt van, kijk, zet u achter mij, geef mij uw vertrouwen en ik zal een muur opwerpen tegen die buitenlandse invasie, tegen die Chinese agressie. Ik denk dat het een combinatie van beide is. Of dat daar veel xenofobie mee gepaard gaat, dat laat ik in het midden. Ik denk van niets, maar ja, dat is een discussie eigenlijk, een straatje zonder einde. Dus, maar ik denk dat het zeker die twee elementen zijn. Ja, ik zou er graag nog zeker aan willen toevoegen, is dat de Chinezen hebben het ook, en dan bedoel ik voornamelijk de Chinese Communistische Partij, is voornamelijk over zichzelf afgeroepen. Hè. Er is natuurlijk een official van het regime, hè, dus iemand van het regime heeft op een gegeven ogenblik de samenzweringstheorie gelanceerd dat de Verenigde Staten het virus zouden hebben binnengebracht in China. En dat heeft natuurlijk, het moment dat dat gekomen is, heeft Trump gezegd, maar kijk, nu is het gedaan. En ga ik het Chinese virus noemen. Om het zeer duidelijk te maken dat het uit China komt. De vraag is ook, het probleem met Chinezen is dat we nog altijd niet die cijfers van de Chinezen zijn daarnaast ook compleet onbetrouwbaar. Dus we hebben geen flauw benul. Iedereen is vandaag allemaal zaken aan het ontdekken over dat virus. Allemaal zaken die al uit China zouden kunnen gekomen zijn. Allemaal informatie al via de Wereldgezondheidsorganisatie of die allemaal al zou moeten geweten zijn hier, want de Chinezen zitten toch 2 maanden
2-3 maanden voor. Allemaal zaken die we maar vandaag te weten komen. Maar wat Rohan daarnet zegt, is, vergeet niet, ja, deze klopt, hè, dus deze president is al met een redelijk, ik ga niet zeggen stevig anti-China-beleid, maar toch wel met een ander China-beleid, een veel strenger China-beleid gekomen. Dit zal het lange termijn effect zijn. Hè. Het zal nog veel verder duren. Want eenmaal, hè, want die Chinese propaganda-oorlog die nu bezig is, hè, met de Chinezen die enerzijds zeggen, ja, wij hebben geen gevallen meer, lijkt me zeer onwaarschijnlijk, die hulp geven aan Italië en aan Tsjechië, waar China, waar men niet gratis, hè, moet voor betaald worden. En blijkt dan nog dat de kwaliteit van de hulp soms zeer te wensen overlaat. Ik denk dat we de komende jaren, en het is nu al bezig in de Verenigde Staten, dus China, hier gaat men China op willen pakken. Hè, er zijn al 2 rechtszaken ingeleid van gewone burgers in China, die gewoon de Chinese overheid rechtstreeks verantwoordelijk willen stellen. Dus er is onder andere een rechtszaak in Florida is ingeleid. De eis $20,000 miljard is. $20 triljoen wordt er geëist. Dat is op dit ogenblik nog altijd maar privépersonen. En Trump is nog altijd relatief vriendelijk voor Xi. Maar gisteren was er ook Matt Gaetz. Matt Gaetz is een Republikeins congreslid uit Florida. Is een Trump-man, is echt een van de men to watch in de toekomst. Die pleit er ook voor om achter China en de Wereldhandelsorganisatie te gaan. Er zijn vorige week ook al in het congres, waren er ook al mensen bezig die zeiden van, ja, we moeten China aanpakken en dergelijke meer. Dus er zal sowieso, wat er volgens mij gaat komen, zijn wat ik noem IRI. Investigation, reparations en isolation. Dus er zal een internationaal onderzoek moeten komen tegen China. En de vraag is, gaan er dan reparaties komen? Gaan er dan herstelbetalingen worden geëist van China? Ik denk dat die kans niet klein is. Ik denk dat die kans niet klein is. En dan natuurlijk isolation. Isolatie van China. De geluiden die we horen in Washington gaan voornamelijk over het verwijderen van heel wat productiecapaciteit uit China om die terug naar de Verenigde Staten te brengen. Je hoort hetzelfde in Europa en dergelijke meer. En daarnaast verder isoleren uit internationale organisatie. En Trump is trouwens, nog eventjes over het Chinese virus, Trump is in feite gestopt na het gesprek met Xi daarover. Maar sowieso die discussie met China en de Verenigde Staten, dat wordt sowieso het hot topic voor de komende maanden. Het wezen duidelijk, zoals gezegd, we leven in bijzondere tijden en het zullen ook nog bijzondere tijden worden wanneer we moeten gaan evalueren wat er allemaal gebeurt. De verhoudingen tussen Europa, de VS en China, die zullen ook wel veranderen. Dank je wel voor jullie deskundige uitleg en hou ons zeker op de hoogte van wat er gebeurt in de Verenigde Staten. Beste luisteraars, dank je wel voor jullie aanwezigheid en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.